Mike, ik hou heel veel links. Oh, Mike, sorry. Jan, shit, Mike, kijk uit, kijk uit! Rennen, jongens, wacht, waar moeten we naartoe? Links. Oh, hier naar boven, de hijs. De, oh. Zo. Oh, even doorklimmen, Ryan, link, kom op. Link, link. Ja, klim dan! Even doorklimmen! Hey, hey, rust daar boven even uit. Hier. Ik denk dat we rechts moeten. Nou, ik ga links. Althans. Oh nee! Wat is dit voor troep? Ah, nee. Mike, je moest links! Yo mensen, Jaroski hier. Welkom bij weer een nieuwe GTA 5 Online Race sessie hier op mijn kanaal. Ik neem deze intro eventjes achteraf op, want ik was namelijk vergeten op opnemen te drukken bij de eerste race. Oftewel, we doen vandaag maar 2 races en dan is het ook een mooi moment om jullie ten eerste even te bedanken voor al jullie support op alle video's, want we zijn wat meer variatie aan het uploaden. Heel veel mensen vinden het heel erg leuk, sommige mensen vinden het iets minder, maar we blijven gewoon doorgaan met alle series, met alle verschillende games, met alle verschillende video's, want ik heb er zelf echt heel veel plezier in. En als tweede wil ik zeggen dat helaas Nederland tegen België niet door kan gaan. Hoe graag ik het ook voor jullie kan opnemen. Het plannen met zowel 3 vaste Nederlanders als 3 vaste Belgen is te lastig. Want in totaal zullen we zo'n 15 tot 30 afleveringen moeten opnemen. Dus dan moeten we elke week wel een paar avondjes zitten en de crew is heel erg druk met school, is heel erg druk met werk, is heel erg druk met een hobby, is heel erg druk met vrienden of vriendin of het leven gaat door. Dus die serie kan helaas niet doorgaan. Ik heb wel een aantal andere series in mijn hoofd die ik graag wil starten en die ook makkelijker zijn om op te nemen. Waaronder een nieuw seizoen van Race to Victory. Dus dat ga ik een klein beetje in werking stellen en dan gaan we die opnemen. Ik heb ook nog een Race to DNF. Ik ga nog niet verklappen wat dat is, maar dat kunnen we ook wat makkelijk opnemen. Die gaat er ook aankomen. En ik wil heel graag elke keer met 1 van jullie gaan opnemen. Oftewel, dan kom je bij ons in de groep. Dan kan je 3 races mee racen. Kan je meekletsen. Kan je misschien een DNF halen. Misschien een victory halen. Misschien kan je een race quitten. We hebben geen idee wat er gaat gebeuren. Maar dat vind ik heel erg leuk om jullie daar ook bij te betrekken. Dus ben jij de persoon die een keertje mee wilt doen in de opname? Laat het dan weten hieronder in de reacties. En laat bijvoorbeeld weten hoe lang je al de video's kijkt. Laat me ook even weten wat voor microfoon je hebt. Want ja, als je een tosti-apparaat hebt, dan kunnen we natuurlijk niet opnemen. Ik weet dat heel veel van jullie ook heel graag een keertje mee willen doen. Dus laat een leuke reactie onder deze video achter. Ik zal proberen contact met je op te nemen. Dus zet je social media erbij. Je Twitter, je Insta, je TikTok, je weet ik veel wat. Dan kan ik namelijk even een bericht sturen. En dan gaan we dat allemaal beetje bij beetje in werking stellen. Want ja, ik wil graag een nieuwe serie starten. We hebben er tijd voor. Sommige mensen van de crew hebben er ook tijd voor. Misschien hebben sommige van jullie er ook wel tijd voor. Dus ik zeg, kom erop. En ik zeg ook, kom maar op met de eerste race van deze video. Eigenlijk de tweede race. Maar ik was vergeten mijn opname aan te zetten. Dus veel plezier met kijken. De race is begonnen. Oh, en ik zit in mijn Osiris. Ik pak even de buitenbochten. Oh, je kan hier rollen links. Jongens, je kan hier rollen links. Nee. Ik draai even terug. Wie is degene die helemaal recht rijdt, ouwe? Ja, waar ga je helemaal lachen? Nee, nou ja, je bent van de andere kant rijden. Laat het nu ook weer even zien. Ja. Het gaat wel sneller die rechterkant. Oh. Oké, dat was misschien niet handig. Nou, dan weten we voor lap 2. Giro is afgevallen daar. Rijden. Oh! Ja, jij ook. Oh, nee, ik rijd door hoor. Mike, ik hou heel veel links. Oh, Mike, sorry. Jan, shit, Mike, kijk uit, kijk uit! Dat ging niet expres, want ik was vergeten dat die paal daar stond, jongen. Ik ben hier niet heel blij mee. Oh, je moet... Ah, nee, je kan het. Niks aan het handje, niks aan het handje. Ik ga even stoer doen. Wacht, ik heb hier ook. Ik zal wel een beetje oppassen voor de kruisingen, jongens. Ja, en voor de slipstream. Ja. Oh, hier ga je over zo'n kenteken. Nee, ik ben ernaast. Ik ook. Dat kenteken die pakt hem even verkeerd. Oh, er zit een checkpoint tussen. Die ging even verkeerd, want je hele auto die ging zijwaars. Oh. Raymond Torre, jongen. Hey, wie ga ik tegenkomen op de kruising, jongens? Zit in een looping. Ja, ik sta derde. Ja, ik ga nu naar de looping. Voor die looping moet je ook nog oppassen hoor, dat ik niet tegen elkaar aanknalt. Hij gaat over de kop. Je meent het! En hij heeft hier zelf niet zo te horen. Ja, ik rijd nu achter Guido. Het laatste stukje, het makkelijkste stukje. Ja. Oké, lekker bezig. Guido en ik, die hebben hem. Oh, en Raymond zit achterom. Oh! Jeetje, kerels! Die zag even niet aankomen, Guido. Hey, nu staat wel Raymond eerst. Dit kan eigenlijk niet, hè?
Misschien moeten we even doorrijden. Welke auto is dat, man? Want dat ding is snel. Dat is die Omaggio. Dus tegen wie heb je het? Tegen Guido had ik het. Bij jou ligt het sowieso aan de auto, niet aan de skills. Dus... Ja, oké. Okay. Dat idee net wel. Alle drie echt dicht bij elkaar. Wel even de randjes mee pakken. Dat zeg ik ook altijd. Had ik niet slipstream. Terwijl... Rijn ligt ook achter ons! Wacht, ik pak je slip. Ik ga je nog even... Ga me inhalen, haal me in. Ja, ga dan niet naar die kant! Andere kant! Maat! Gaat goed! Ik kan je links inhalen, ja! We wonen toch in Nederland, kom op! Nu moeten we wel voor opletten. No, I am American. Goed zo. Ja, daar halen ze ook links. Nee, daar halen ze eigenlijk aan alle kanten in. Dat maakt niet uit. Ik ben wel blij dat er een echte checkpoint in zit, alleen... Ja. Ik denk niet dat we er helemaal nog kunnen inhalen, ben ik bang. Hoeveel laps? Ja, twee maar. Oké. Okay. Wie is dat? Heel teleurstellend. Oh, ja, klopt. Ja, klopt. Ja, ik heb een bloedhekel aan jou! Die zijn er sowieso naast, jongen. Ik heb het niet gezien, maar ik weet dat ze ernaast zijn. God. Raymond, ik moet wel zeggen, dit heb je oprecht wel goed gedaan, man. Tuurlijk. Want ik ga niet meer bij je kunnen komen, namelijk. Oh, ik slip tegen me. Oh ja, ik ook. Die laatste bocht is tricky nog. Wow. Ja, GG, man. Raymond is eerste, jongens. Applausje. Ja, dat goed kan. Bezig. Ja, dat staat er toch echt. Dat kan ook even niet. Tuurlijk, hoor. Een keer eerst krijg je een applaus. Nee, niemand kon je een applausje geven. Nee, ik klap dat je mijn hand nog aan het spelen. Wie staat... Sta jij nou laatste, Mike? Ja, ik had de eerste ronde een beetje gefaald. Je gaat het nog wel halen. Ja. Nou, Raymond, speciaal voor jou. Kijk, een applausje hoor. Kijk, wat doe jij? Oké. Okay. Ja, ik zeg helemaal niks. Er staat geen laatste meer, by the way. Is nou Ryan alsnog laatste? Ja, ik wat heb je gedaan, Ryan? Wat? Ja, kan ook niet anders. Iedereen is wel gefinished, jongens. Dus op zich, eerlijk is eerlijk, we hebben het goed gedaan. Was ook een soepel stuntje. Maar, we gaan door naar de volgende race. De volgende race gaat, let goed op, nu beginnen. En stond dat dit een Dubsta 6x6 parcours race was. Ging sneeuw? Maar we rijden in een elektrische Audi, dus... Ja! Ik doe helemaal niks, jongen! Ja, ga mij de schuld geven, joh, gek! Ja, dat heb ik door, ja. Ja, daar, Guido! Oh! Dit gaat niet goed bij mij! Ah! Oh! Jan! Ik heb niet eens aangeraakt, Ryan! Ryan, ik had de kaart! Oh, nee! Oh, nee! Dus... Jan, die paalt! Ja, zeg. Ik ga er nu makkelijk overheen. Ja. Oh, ik ga wel bijna over de checkpoint heen. Waar is die paal? Doei, Mike. Oh. Tot de volgende keer. Doei. Ja, ik weet dat je me... Oh, die checkpointplaatsing is echt... Oh! Zo. Oké, nee. Ik ben over de vangrail. Ga gewoon door, joh. Dat maakt allemaal niet uit. Is het een jumpercours of zo, Jan? Ja, ik weet niet wat dit is, joh. Maar ik weet wel dat hier een remschijf zit. Ja, dankjewel voor het checkje. Ja. Heel klein tikkie ook. Oh, je moet er niet weglanden. Let op daar. Gaat nog goed. Ja, we rijden door. Ja, maar die auto trekt ook veel te snel op, joh. Gaan we veranderen? Oh, Mike. Wacht. Rennen, jongens. Wacht, waar moeten we naartoe? Ja, links. Oh, hier naar boven. Oh, dat is wel gaat die goed liggen of niet? Error. Kijk, kom op, jongens. Klimmen met z'n allen! Klimmen! Kom op! Even doorklimmen, Ryan! Kom op! Ja, klim dan! Even doorklimmen! Hey, rust daar boven even uit! Hier! Kom op! Nee, ik moet even... Joh, ik moet even op adem komen met mijn dikke lijf. Dat duurt even. Oh, ik moet weer even op adem komen. Wacht even, hoor. Ja, we kunnen weer een stapje. Ah, klim door! Ik ben zat van jullie. Oké, ik klim door omdat het een goede grap was, Ryan. Speciaal. Oh, en nu kan ik niet meer door! Oh, sorry. Oh, ja. Ik zet die lijn net naar vier. Ik dacht al, bro, ik dacht oprecht dat mijn game vast zat. Ik wist niet dat jij nog boven me hing. Oh nee, niet meer inhalen! Oh, je moet die trap nog vastpakken ook, joh. Nee, Mike, ga heen, jongen. Oh, sorry, hè. Maakt niet uit. Even op adem komen, toch? Wie zegt dat we helemaal... Wie zegt dat wij helemaal... Mike! Wie zegt dat wij helemaal naar boven moeten? Hé, jongens, we moeten weer naar beneden. Nee, doe normaal, hoor.
Ja, spring gewoon naar beneden. Hoe ver is dit ook, joh? Ja, die checkpoint zit wel boven. 1 hour later. Maar jongens, we zijn er nog lang niet! Nee! We zijn nog op de helft. Wat is dit? Stel je voor dat je bijna bovenaan bent en dan naar beneden geduwd wordt. Hij is echt... laten we dat maar niet doen gewoon. Dat vind ik wel een strak plan. 2 hours later. Oh nee, maar het hele parcours moet nog beginnen! Waarom heb je niet gewoon een teleport checkpoint neergezet, jongen? Waarom... Het is gewoon al 5 minuten. Ja, letterlijk ook lief. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Bijna. Oh, niet binnenhalen! Nee, nee, dat weggehaald! Nee, Guido! Ja! Nee, waarom? Let's go! Iedereen heeft me ingehaald, wat is dit? The next day. Ik ben boven. Oké, als jij boven bent, dan ben ik er ook bijna. Wacht, is dit boven? Oh nee, we moeten nog een stuk. Ik ben echt bang dat ik ben zo bang dat ik val. Moet je nog hoger? Ik weet niet waar ik heen moet. Je moet helemaal hoger. Oh ja, heeft ik ben zo bang dat ik nu val, jongen. Je moet zo hier dunne randjes lopen. Oh nee, moet je hier overheen klimmen, ja toch? Oh, ik val! Nee, 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 rijden, alsjeblieft. Rijden! Niet doen hoor. Wojo, jongen. Oh, ik ben een auto. Oké, dankjewel. Ik was zo bang voor jullie, maar... Maar waar is de rest ondertussen? Ja, die zijn helemaal zijn gaan lopen. Oh, jullie zijn... Nee, we zijn lopen. Wat doe jij? Waarom moeten jullie lopen? Waarom zo kunnen jullie... Ryan, wij zijn in een auto. Waarom lopen jullie? Zijn jullie... Bij welke checkpoint zijn jullie? Weet ik veel. Bij dezelfde, maar we zijn twee de andere kant op gegaan. Oh, jullie zijn de andere kant op gegaan, denk ik. Wij zijn gewoon in een auto, jongens. Ja, maar wij konden maar één kant op. Huh? Ja. Nee, één kant, twee kant op. Nee, jullie hebben een veel moeilijker stuk, ouwe. Oké. Dit vind ik wel chill eigenlijk. Soms beloont het om laatste te staan. Jan! Ik moest een aanloop nemen, sorry. Helemaal niet! Jawel, kind, er zit toch een ding tussen! Oké, wacht, je hoeft niet een hele grote aanloop te nemen. Hé, hey, jongens! Dat zeg ik! Ah. Wat er nou weer tussen? Oi, gaat goed. Ik zie alweer de volgende checkpoint hoor. Jullie hadden niet moeten gaan rennen, jongens. Was ik bij die checkpoint bijna val naar beneden. Helemaal teruglopen. 3 minuten. Oh, ik zit vast op een lampje. Nee. Ik ben alweer bij de volgende checkpoint. Maar jullie leggen oprecht een heel ander parcours af dan wij, hè? Ja. Nou, succes. Ik zie jullie bij de volgende video wel. Lekker video. Alleen, dit gaat nog wel duren. Ja, dat denk ik ook. Oh, wacht. Nu kan ik een kant kiezen. Links of rechts? Oké, welke kant moet ik kiezen? Links of rechts? Rechts. Links. Rechtdoor. Ja. Jongens, ik pak wel rechts. Altijd links. Oh, ik vlieg zo van het gebouw af door terwijl ik die checkpoint pakte. Oprecht, hey. Dit is wel echt leuk verzonnen, man. Je kan dus gewoon een kant kiezen elke keer. Wat nou als je met de auto terug gaat rijden en de lopers eraf gaat beuken? Ja. Nou ja, ik moet wel jullie richting op, maar ik weet natuurlijk niet waar jullie zo allemaal lopen. Ik kom met je persoonlijk halen, man. De motorkant is redelijk simpel, jongens. Ik geef jullie een tipje mee. Jij had links gepakt, toch, Jan? Nee, ik had rechts gepakt. Oké, ik ga links pakken. Oké, ja, dan wil jij een auto volgens mij. Zal ik even hier op jullie wachten, want ik ben echt al super ver namelijk. Daar komt hij aan en jij hebt de goede kant gekozen. Lekker bezig. Ik zie daar nog een motor aankomen. Oh, dat is Ryan, denk ik. Dit is tricky. Dan wacht ik heel even naar beneden val. Hey, Mike. Hey. Oh, er komt een monster truck aan. Oh, dan heb je hem wel gehaald, Guido. Ja. Oh nee, je kan die er gewoon niet afbeuken. Je kan hem er gewoon niet afbeuken, jongen. Nee, Mike, niet doen. Is die eraf of niet? Is die eraf? Ja, hij is eraf. Oké, let's go, gast erop, Mike. Oh, ik had hier gewoon een checkpoint, hoor. Je kan niet weer een kant kiezen. Wacht, pak jij die kant. Dit is echt origineel verzonnen, man. Ik vind dit echt vet. Ik ben niet lekker. Behalve dat klemmen was niet zo leuk. Nee, de klimmen was iets minder, ja, maar daar hebben we het niet meer over. Jan, welke moet je nou pakken dan? Waar, wat? Waar jij ook zit. Nou, niet mij, maar ik denk niet dat je het daarover hebt. Oh nee, dat stopbord! Wow, jongen, ik had geluk. Mijn kant die was redelijk makkelijk rechts. Oh, nee. ik ga... We hebben breder. Oh, je moet allebei de kanten kiezen, denk ik, Ryan. Oh, dat werkt niet zo goed. Ja, ik ook. Gaat goed. Rijdt hij achteruit, deze man. Niet mij duwen dan! Niet mij! Bro! Ik ben er nog op! Ik ben er... Zet hem even naar vooruit, Oh! Ik ga over Ryan heen. Ik was er nog op. Ga je over Ryan heen?
Wat? wow, Liam. Ja, ik moet even opnieuw beginnen. Ik, dit gaat niet meer door. Wacht, ik respawn, ik respawn. Ja, thanks. Nou, dat ben ik. Ik zou, Ryan. Ik zou hard gaan dadelijk. Ryan! Nee, wat doe je, Mike? Nou, en nu is Ryan er wel naast, dus nu kunnen we niet spannen. Goed gedaan, Mike, dankjewel. Ik wil gewoon niet dat Ryan voor me ligt, want die gaat er sowieso naast namelijk. Maar ik wil eigenlijk ook niet dat hij achter me ligt. Nee, ja. Ik had liever dat je hem voor je hebt, denk ik. Nou, allebei niet. We rijden gewoon door. En dan hebben we... Oeh, Mike. Daar hang ik er wel tussenin. Oh, nee, Ryan! Wat doe jij? Ja, wat doe je nou? Ja, maar wat doe jij? Je gaat niet even snel. Je kan toch niet zo snel te vliegen? Er toch naast, vriend? Dat is toch de bedoeling? Oh, dit stuk is tricky. Ja, dit hobbeltje is echt vervelend. Oh. Dit is echt... Ja, oh, jawel, 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 dit lukt wel. Je gaat er niet testen. Oh, nee! Ik ben er weer naast. Oh, dat stukje is echt moeilijk, man. Ja, dit, hier moet je opletten, hoor. Ja, Ryan is ernaast. Dan wacht ik heel even tot Mike doorrijdt. Je moet heel langzaam naar beneden, denk ik. Oh nee, ik ga hard naar boven. Oh ja, ik ook. Nee, maar dit is echt gewoon een bergdrempel, jongen. Dit. Ik heb hier een resetje nodig. Maar die Guido ligt ook nog in de weg. Guido, wij kunnen je niet beuken, vriend. Ik klim heel langzaam naar boven. Oké. Ik weet zeker dat ik dit ga. Waar is Liam ondertussen? Bij de pijlen. Oké. Heel rustig naar boven, heel rustig naar beneden, Ryan. Ja, jongens. Dat gaat. Oh, ben je er, Liam? Zijn jullie trouw? Hey. Ja, dit is echt tricky. Dit is echt moeilijk. Mike, ja, maar ik kan jou niet. Wacht, ik ben er ook bij jullie. Komt goed. Ik ga heel Mike, kijk uit hoor, want ik ben achter je. Nee, ik doe. Ja, wij moeten hier wachten, Guido. Bro. Ja, dat lukt. Ik ga toch naar boven. Je mist echt gewoon een meter. Oh! Ja, hier, dat bedoel ik. Kom op. Nee, man! Nee, maar je moet het randje ook nog op die. Oh nee, Ryan, niet doen! Ryan, blijf staan, alsjeblieft. Wow, Guido, kan je alsjeblieft respawnen, want we staan met z'n drie hier. Oké, let's go, Mike. Rustig aan naar voren. Gewoon volle gas. Nee, dat durf ik niet. Rotstuk. Oké, nice. Nu oppassen dat we er niet naast gebeukt worden door iemand. Wat is die? Ja, je moet heel rustig liemen over die drempel. Oké, let's go. We hebben een Mike. Lekker bezig houden. Oh, Liam. Wij hadden hetzelfde idee. Ja, de checkpoint al. Zullen wij doorrijden, Mike? Goed idee. Ik wilde eigenlijk beuken, maar doorreizen vind ik veel beter. Ik wilde ook wel beuken, maar ik zie dat de finish er letterlijk aankomt. Oh, daarom ben ik door. Nou, ik zie het. Ga van de kant, jij. Ja, de trap. Hup. Alsjeblieft, wat zeg je dan? Niks. Oh. Hey, doe je! Nee! Oh, dit is wel echt een anticlimax. Ik denk dat we rechts moeten. Nou, ik ga links. Althans. Oh nee! Wat is dit voor troep? Wat Mike, je moest links! Nee, ik ga gewoon weer via rechts. Oh, hoor. Ik ga weer naar beneden! Ja, nu ben ik toch nog Wacht, ben je er gewoon overheen gegaan? Ja, ik ben er gewoon overheen gegaan. Oh, wat? Oké. Ik dacht dat het niet kon. Maar in dat geval ben ik derde. Alsjeblieft, Ryan, ik deed het voor jou, jongen. Ik, rare dingen. Raymond wordt ik dacht, vind je ook in wel de leuk. Video. En Ryan, nou, dat heb ik nooit meegemaakt. Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat drie mensen nu een DNF hebben. Dus dat maakt het wel weer goed, weet je. Wacht, Guido die rijdt hier, maar waar rijdt Liam? Liam? Voor de finish. Ah, dat meen je Ja, hoor. jullie waren overrecht dichtbij, maar ja, niet dichtbij genoeg. Dat was wel weer de video van vandaag, dus mocht je hebben genoten, ram er natuurlijk kaart op blijven, zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. Check natuurlijk ook iedereen uit, want... Check Ryan's kanaal uit, check Liam's kanaal uit, check Mike's kanaal uit, check Raymond's kanaal uit en check Guido's kanaal uit. Ik moest even Discord openen, want ik... Anders zei ik het sowieso verkeerd. Ja, even mijn speakbriefje erbij gepakt. En dan zijn we zo snel mogelijk weer terug met een nieuwe video. Dus hoop ik ook weer tot de volgende keer. Bye bye.